eerste beelden die bij me opkwamen toen ik als reisbestemming Vietnam koos, waren beelden van oorlog, van helikopters en van rennende soldaten in ontbladerde bossen in de strijd tegen de Vietcong. Maar hoe anders is de werkelijkheid? Vietnam is een prachtig land waar vrijwel niets meer herinnert aan die vreselijke Vietnamoorlog. Ondanks de drukte in de steden voel ik mij hier volkomen veilig. De mensen zijn heel vriendelijk en werken hard voor hun bestaan en voor de toekomst van hun kinderen. Een belangrijke economische levensader van het land is de Mekongrivier. Deze rivier is bijna 5000 kilometer lang. De bron ligt op het Tibetaanse plateau. En uiteindelijk mondt de rivier via de Mekongdelta uit in de Zuid-Chinese Zee. Dagelijks zijn er meer dan 60 miljoen mensen afhankelijk van de rivier voor hun water, hun voedsel en het vervoer. Op het platteland is weinig industrie en de fabrieken die er zijn liggen aan de oever van de rivier, zoals deze steenfabriek. Even verderop ligt deze snoepfabriek. Hier worden van rijst, snoepjes en andere lekkernijen gemaakt. Er wordt een heleboel opgestoken. Nou gaat het poppen. Het gaat heel snel. Er komen veel groepen, maar dit is wel puur hun eigen arbeid, hè? We maken hier twee soorten, een dunne en een dikke. En die dunne die ze nou uitmaken. Daar komt volgens dit dan uiteindelijk uit. Die wordt gebruikt voor lumpia's. Die zijn heel dun. Van de week zagen we het ook, hè, bij Hoi An. Maar daar maken ze de noedels van. Daar maken ze dat dikker. Ik ben met een boot op weg naar de drijvende markt bij Kanto. Juist hier zie je het belang van de rivier voor de lokale bevolking. Oh.
Kooplieden in volgeladen bootjes bieden hun koopwaren aan. Groenten, fruit en bloemen, maar ook zelfgemaakte manden, potten, pannen en kleding. De bootjes liggen dicht bij elkaar en er wordt druk onderhandeld. Goederen worden van de ene boot in de andere overgeladen. Een levendige handel midden op de rivier. Om de welvaart van het land te peilen ga ik naar de hoofdstad Ho Chi Minh City, het vroegere Saigon. Moderne gebouwen en overvolle straten verdringen het beeld dat ik had van het Saigon tijdens de Vietnamoorlog. Hier heerst al een zekere mate van welvaart en hier wordt hard gewerkt aan de economische groei van een land in opbouw.